Op voordracht van de decaan van de Tilburg Law School heeft het college voor de promoties van Tilburg University besloten de graad Dr. honoris causa toe te kennen aan professor Dideke de Groot voor haar uitzonderlijke verdiensten op het gebied van recht en samenleving. Ik nodig professor Stephanie van Gulik en professor Reinhard Wibier uit om de gronden waarop dit besluit is gebaseerd kenbaar te maken en ik machtig hen om professor de Groot met deze waardigheid te bekleden. Geachte meneer de rector, geachte professor de Groot, geachte aanwezigen. Wanneer een universiteit een eredoctoraat uitreikt, zoals wij vandaag aan Dineke de Groot zullen doen, is het natuurlijk de bedoeling dat dit in de eerste plaats eervol is voor de ontvanger van dat eredoctoraat. En dat is hopelijk vandaag ook het geval. Maar ik wil daar bij deze gelegenheid ook uitdrukkelijk aan toevoegen dat het ook voor onze universiteit, onze rechtenfaculteit die haar 60-jarig bestaan viert, en voor Stephanie van Gulik en mijzelf in het bijzonder buitengewoon eervol is dat wij dit eredoctoraat mogen uitreiken aan mevrouw de Groot. Zoals de meesten van u waarschijnlijk weten is Dineke de Groot naast hoogleraar vooral ook president van de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter in strafzaken, civiele zaken en belastingzaken. Als cassatierechter doet de Hoge Raad vaak uitspraken die voor de academische bestudering van het recht en voor het door ons gegeven onderwijs van groot belang zijn. Hoewel ook het beschrijven en systematiseren van dat recht een bij uitstek wetenschappelijke taak op zichzelf zorgt voor een nadere interpretatie van dat recht, is het toch ook vooral de rechtspraak van de Hoge Raad die de rechtsontwikkeling aanjaagt. Het interpreteren van de arresten van de Hoge Raad hoort dan ook min of meer tot de dagelijkse activiteiten van veel rechtsgeleerde academici. Tegelijkertijd hopen wij dan als academici dat ons werk de rechterlijke macht en de Hoge Raad in het bijzonder kan ondersteunen wanneer hij voor lastige juridische en maatschappelijke knopen en keuze komt te staan. Wanneer een kwestie die aan de Hoge Raad wordt voorgelegd al in de academische literatuur is besproken, kan de Hoge Raad zijn oordeel mede laten inspireren door de in de literatuur al gegeven zienswijze. De relatie tussen de academie en de Hoge Raad is daarmee vergelijkbaar met die van een uit de intervisiepraktijk wel bekende spreekwoordelijke kritische vriend. De wetenschap bekijkt de rechtspraak welwillend, is kritisch waar nodig, instemmend waar het kan. En daarbij blijft het natuurlijk ook van belang dat er voldoende afstand is. Wij zijn als academie vandaag trots en vereerd dat wij deze kritische vriendschap extra luister mogen bijzetten door middel van het eredoctoraat vanmiddag voor professor de Groot. We mogen ons in Nederland gelukkig prijzen met een rechterlijke macht die onafhankelijk is en over het algemeen van zeer hoge kwaliteit op alle niveaus. Dat is zelfs binnen de Europese Unie niet meer zonder meer vanzelfsprekend in het huidige tijdsgevricht. En ook dat willen wij onderstrepen door aan een van de meest prominente boegbeelden van die kwaliteit vandaag een eredoctoraat uit te reiken. We zijn ook vereerd dat juist wij dat eredoctoraat mogen uitreiken, omdat we daarmee eigenlijk niet veel meer doen dan uiting geven aan iets dat binnen de academie en in de bredere maatschappij eigenlijk voor iedereen al min of meer evident was. Namelijk de buitengewone wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten van Dineke de Groot. In een samenleving waarin grondrechten, de bescherming van minderheden en zwakke partijen en het essentiële belang van betrouwbare onafhankelijke rechtspraak soms steeds minder vanzelfsprekend lijken, zet mevrouw de Groot zich met een bijna bovenmenselijke energie in voor al deze thema's. Dat het vertrouwen in de rechtsstaat onder druk staat in onze samenleving is helaas een niet te missen gegeven. Maar door haar nationale en internationale optredens draagt Dineke de Groot bij aan het behoud van en waar nodig het herstel van vertrouwen in de rechtsstaat en in het bijzonder aan het vertrouwen in de onafhankelijke rechter als onmisbaar onderdeel daarvan. Het gezag waarmee zij haar ambt uitoefent straalt af op de rechtspraak als geheel en daarmee ook op de rechtsstaat. Daarbij heeft zij bijzonder oog voor de toegang tot de rechter voor de zwakkere partij en innovatie van de rechtspraak door middel van digitale middelen.
Ook dat laatste aspect verbindt onze universiteit en faculteit aan dit eredoctoraat. Digitalisering en de invloed daarvan op het recht is een thema met diepe wortels in Tilburg. Daar hebben we bij de opening van het academisch jaar ook nog met elkaar over gesproken. Innovatief en bedachtzaam werd ze in de pers genoemd bij haar aanstelling als president van de Hoge Raad. Met als bijzonder aandachtspunt het behoud en waar nodig herstellen van vertrouwen in de rechterlijke macht. Een vertrouwen dat in deze tijd niet meer vanzelfsprekend is, maar dat essentieel is om in vrede en voorspoed met elkaar te kunnen blijven samenleven. Daarmee bent u, mevrouw de Groot, een voorbeeld voor onze studenten, een ankerpunt voor de rechterlijke autoriteiten in binnen- en buitenland en een inspiratiebron voor iedereen die de rechtsstaat een warm hart toedraagt. De uitreiking van het eredoctoraat past in een lange Tilburgse traditie, met diversiteit en inclusie als belangrijke waarden. Zo ontving Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister van Nederland, in 1982 een eredoctoraat van de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Zij inspireerde destijds vanwege haar zoektocht naar een sociale en betekenisvolle samenleving en zette zich in voor internationale rechtvaardigheid. En verscheidenheid in rolmodellen is belangrijk, omdat daardoor in instituties zoals universiteiten en ook de Hoge Raad diverse kwaliteiten naar voren komen. Het thema van deze DS-viering is brede welvaart. Als emancipatieuniversiteit wil Tilburg University bijdragen aan een rechtvaardige en inclusieve samenleving voor iedereen. Het uitreiken van dit eredoctoraat aan u past in die ambitie en traditie. De toegang tot een onafhankelijke rechter die zonder aanziens des persoons oordeelt, is essentieel en zal gelet op de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen alleen maar aan belang toenemen. Dat brengt mij tot het volgende. U ontvangt dit eredoctoraat vandaag vanwege uw bijzondere maatschappelijke en wetenschappelijke verdiensten op het terrein van recht en samenleving. Met name het verdedigen en het bevorderen van het vertrouwen in de rechterlijke macht en de rechtsstaat, het verbeteren van de rechtspraak door middel van innovatie en het bevorderen van vernieuwende wetenschappelijke methoden in uw academische en rechterlijke werk. Daarmee biedt u inspiratie aan studenten, aan wetenschappers en aan de samenleving. En onderstreept u het belang van een onafhankelijke rechter in een rechtsstaat, juist nu die zowel nationaal als internationaal onder druk staat. Graag nodig ik professor De Groot uit om naar voren te komen. Op grond van de door de wet en het reglement van de universiteit aan ons verleende bevoegdheid, overeenkomstig het besluit van het College voor Promoties van de Universiteit van Tilburg, promoveer ik u, professor Dieneke de Groot, tot doctor honoris causa en verleen ik u alle rechten die door de wet of het gebruik aan het doctoraat verbonden zijn of zullen worden. Ten bewijze daarvan bekleden de rector Magnificus en ik u met de kappa van Tilburg University en overhandigen u de bul, ondertekend door de rector Magnificus en de erepromotoris en bekrachtigd door het zegel van de universiteit. Thank you.
Geachte rector Magnificus. Geachte leden van het college van promoties. Leden van het college van bestuur. Erepromotoren, beste Stefanie en Reinoud. Geachte hoogleraren, beste familie, vrienden, collega's, belangstellenden hier in de zaal, maar ook zeker via de livestream. Bij de viering van de 96e Dies Natalis wil ik Tilburg University van harte geluk wensen met haar bloeiende bestaan en de resultaten die al bijna 100 jaar worden bereikt in de mens- en maatschappijwetenschappen, de gebieden waarop deze universiteit zich bij uitstek richt. Graag wil ik Tilburg University en in het bijzonder de beide erepromotoren bedanken voor de toekenning van dit eredoctoraat. Ik werd er even stil van en misschien hoort u het nog aan mij. De aandacht voor mijn inzet waardeer ik natuurlijk. Maar tegelijk beschouw ik dit eredoctoraat mede als een erkenning voor zoveel mensen met wie ik mocht en mag samenwerken. En ik wil mijn dank graag vergezeld laten gaan van enkele associaties bij het thema van deze Dies Natalis. En ik heb daarboven gezet iets over mensen en recht in de democratische rechtsstaat. De rechtenfaculteit, het werd al gezegd, van deze universiteit bestaat dit jaar 60 jaar. En de faculteit heeft in al die jaren veel afgestudeerde juristen de maatschappij in laten gaan. Op de website van Tilburg University staat: we werken interdisciplinair samen aan baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals honger, armoede, brede welvaart, klimaat en energie. Een thema, Experiencing Broad Prosperity, van deze Dies Natalis sluit daarbij natuurlijk aan. In de aankondiging van het thema op de website staat dat het erom gaat met onderzoek mee te werken aan oplossingen voor nu en in de toekomst. Aan een brede welvaart voor iedereen, duurzaamheid en bestaanszekerheid. En juristen hebben hierbij het nodige te bieden. De democratische rechtsstaat is essentieel voor het bevorderen van het welzijn van mensen in vrede en veiligheid. Juristen hebben mede tot taak de fundamenten en de werking van de democratische rechtsstaat te waarborgen. Het gaat om fundamenten zoals de menselijke vrijheid, gelijkheid van mensen voor het recht, respect voor mensenrechten, ook die van mensen die tot een minderheid behoren. En in essentie draait het dan om respect voor de menselijke waardigheid. In de huidige geopolitieke situatie wordt de menselijke waardigheid op verschillende plekken in de wereld aangetast, waaronder in Oekraïne en in het Israëlisch-Palestijnse conflict. In twee opinies over Nederland van de Venetië Commissie van de Raad van Europa komt naar voren dat Nederland op zich een goed functionerende staat is, met sterke democratische instituties en waarborgen voor rechtsstatelijkheid en met het vermogen tot reflectie en tot rechtsstatelijk debat. De geopolitieke situatie onderstreept het belang om dat vermogen te benutten en aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die ook hier aanwezig zijn te werken. Wetenschappelijk onderzoek, waarin vanuit verschillende invalshoeken wordt samengewerkt aan het vinden van oplossingen voor concrete maatschappelijke vraagstukken, kan wezenlijk bijdragen aan de verdere bevordering van vrede, veiligheid en welzijn. En aan een tijdige omgang met dilemma's of conflict situaties die in potentie ontwrichtend zijn in het leven van mensen of voor groepen mensen in de samenleving. En hierin zullen juristen kennis inbrengen van recht dat in een democratische rechtsstaat is gebaseerd op waarden waarin de mens een centrale plaats inneemt. Een multidisciplinaire aanpak om brede welvaart voor iedereen, duurzaamheid en bestaanszekerheid te bevorderen kan ook baat hebben van aandacht voor het bestaan van vertrouwen. Het woord werd al genoemd. Ik geef u een voorbeeld. Eerder dit jaar hoorde ik in een bijeenkomst waar iemand van de Belastingdienst aanwezig was, daar hoorde ik die persoon vertellen dat ze worden geconfronteerd bij de Belastingdienst met mensen die te weinig middelen van bestaan hebben, die een aanspraak hebben op toeslagen, maar die aanspraak niet willen verwezenlijken, omdat zij er niet meer op durven te vertrouwen dat verstrekte toelagen later niet zullen worden teruggevorderd. Net als respect voor de menselijke waardigheid is vertrouwen van belang voor de werking van rechtsregels en het rechtssysteem in een democratische rechtsstaat. Ik sprak eerder over vertrouwen in rechtspraak, ook dat kwam al voorbij. Een begrip dat een plaats heeft in sociaal en institutioneel vertrouwen. En met sociaal vertrouwen wordt het vertrouwen aangeduid dat iemand stelt in de medemens, dat wij in elkaar stellen. Met institutioneel vertrouwen het vertrouwen dat iemand heeft in een institutie, zoals de politie, het parlement of de rechtspraak.
En ons Sociaal-Cultureel Planbureau in Nederland peilt in een continu onderzoek burgerperspectieven periodiek het vertrouwen van Nederlanders in elkaar. En in de politiek en in instituties. In Nederland is volgens dat onderzoek het vertrouwen van mensen in elkaar over een langere periode bezien stabiel. En nog altijd heeft aanzienlijk meer dan de helft van de mensen vertrouwen in de medemens. Met het vertrouwen in de politie en de rechtspraak is ook in Nederland over een langere termijn bezien goed gesteld. En in vergelijking met de afgelopen 15 jaar is wel het vertrouwen in parlement en regering laag. Samen dragen zij verantwoordelijkheid voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken, waaronder de kwaliteit van de regelgeving die beschikbaar is bij het werken aan oplossingen. Zij kunnen hierbij gebruik maken van handelingsperspectieven en handelingsopties die het SCP aanreikt. En ik citeer als voorbeeld van zulke handreikingen iets uit het tweede bericht van 2023 in dat continu onderzoek burgerperspectieven. Daarin doet het SCP verslag van onderzoek naar de mening van burgers over informatie, misinformatie en omgangsvormen op sociale media. Ik citeer: er is winst te behalen in het betrekken van burgers in afwegingen die overheden en bedrijven maken in de regulering van online content en gedrag. Mensen zien problemen op sociale media en de grootste groep neigt naar ingrijpen op de vrijheid van meningsuiting, in de bestrijding van beledigingen en onware of gevaarlijke informatie. Het zijn echter geen grote absolute meerderheden, er is ook verdeeldheid in opinies van burgers. Actoren die regels maken voor gebruikers hebben zich tot deze verdeeldheid en verschillende argumentaties te verhouden. Daarnaast, zegt het SCP, is het de vraag of de zorgen die mensen hebben over polarisatie en het gevaar van misinformatie realistisch zijn. Hier liggen kansen om de kennisbasis onder beleidskeuzes aan burgers en gebruikers uit te leggen en te verantwoorden. Deze kwesties raken aan bredere en oudere discussies over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Einde citaat. In deze passage lijkt als gegeven te worden beschouwd dat burgers, regelgevers en beleidsmakers de vrijheid van meningsuiting kunnen inperken. Juist voor mensen die zorgen hebben over hoe anderen omgaan met de vrijheid van meningsuiting, lijkt mij ook informatie van belang over wat het mensenrecht op vrijheid van meningsuiting inhoudt. Op welke wijze dat recht in een democratische rechtsstaat kan worden beperkt en hoe de uitoefening van een mensenrecht door de een zich verhoudt tot mensenrechten van een ander. Meningen en zorgen geven in de constitutie van een democratische rechtsstaat niet het recht een mensenrecht, dat ook wel grondrecht of fundamenteel recht wordt genoemd, aan te tasten. Ook niet als dat gebeurt door een meerderheid die een minderheid overstemt. De inhoud en reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting is een constitutionele kwestie. Die wordt gewaarborgd door de grondwet en door dynamisch werkende mensenrechtenverdragen die op basis van de grondwet tot de Nederlandse rechtsorde behoren. Een kwestie is het ook die raakt aan de menselijke waardigheid en de menselijke vrijheid als fundamenten van onze democratische rechtsstaat. Nou is dit geen kritiek op het SCP, want de S en de C staan niet voor de J van juridisch. Wel brengt het me bij een volgende associatie en die gaat erover dat inbreng van juristen in het multidisciplinaire werk aan brede welvaart, duurzaamheid en bestaanszekerheid ook essentieel is om keuzes zichtbaar te maken die naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken kunnen leiden binnen het verband van de democratische rechtsstaat. In 2022 stond in de preadviezen van de Nederlandse Juristenvereniging dat het recht in de afgelopen decennia repressiever is geworden. De preadviezen laten zien dat rechtsregels in Nederland in de afgelopen decennia een ontwikkeling hebben doorgemaakt in de richting van beperking van vrijheden van burgers en bedrijven, verbreding en verstrakking van toezicht en intensievere handhaving met strengere sancties. In de preadviezen wordt benadrukt dat er juist een evenwicht moet zijn tussen het toedelen van bevoegdheden waarmee rechtshandhavend kan worden opgetreden en het bieden van rechtsbescherming aan mensen en bedrijven tegen wie rechtshandhavend wordt opgetreden. Er staat ook een oproep aan de wetgever in om terughoudender te zijn bij het steeds weer introduceren van nieuwe wettelijke instrumenten waarmee wordt beoogd de samenleving te beheersen. Juristen hebben relevante kennis om wetgevers en beleidsmakers te informeren over het belang van een rechtsstatelijk evenwicht tussen die ordenende functie van het recht in de samenleving en de functie van het recht in het bieden van rechtszekerheid en rechtsbescherming aan mensen in hun leefsituatie en aan organisaties van mensen.
Dat rechtsstatelijke evenwicht komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de verdeling van bevoegdheden in onze grondwet over de wetgevende, uitvoerende en rechtelijke macht. Of in de wettelijke ruimte voor advies, toezicht en tegenspraak vanuit instellingen zoals de afdeling advisering van de Raad van State, de Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer. Het belang van een rechtsstatelijk evenwicht in de verschillende functies van het recht in de staat en de samenleving ligt ook besloten in de grondrechten, in de grondwet en in de mensenrechten in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die op basis van de grondwet van toepassing zijn in de Nederlandse rechtsorde. Ik geef u een voorbeeld, bewegingsvrijheid. Rechtsregels die repressief de bewegingsvrijheid inperken, waren er tijdens de coronapandemie in sommige lidstaten van de Europese Unie, waar mensen verplicht werden thuis te blijven, alleen binnen korte afstand van huis en op bepaalde tijden even de straat op mochten en een boete kregen als ze het verbod niet naleefden. Er zijn ook maatregelen die inwerken op onze bewegingsvrijheid. Bijvoorbeeld, ze zijn waar te nemen waar gemeenten auto's uit woonwijken willen weren en overwegen de vrije doorgang van het autoverkeer door de gemeente in die woonwijken te beperken of zelfs af te sluiten. We zouden ook kunnen denken aan de maatregel om geen paspoorten te verstrekken aan sommige mensen met een studieschuld. Daar is in de media over bericht. Het zijn zomaar wat voorbeelden waarin een overheid een taak voor zichzelf ziet in het inperken van een mensenrecht. Als een overheid mensenrechten niet slechts beperkt, maar mensen ook grip laat ervaren op de uitoefening van eigen mensenrechten, met respect voor die van anderen, draagt dat bij aan de effectiviteit van overheidsoptreden. En de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft daar een heel mooi onderzoek over lopen. Inbreng van kennis door juristen over de uitoefening van mensenrechten en de naleving van rechtsregels in de democratische rechtsstaat kan wetgevers en beleidsmakers behulpzaam zijn om rechtsstatelijk en effectief te werken aan het maken van keuzes op basis van een afweging van algemene, individuele en maatschappelijke belangen. En de juridische wetenschap en het juridische onderwijs heeft sterke papieren om hieraan een constructieve bijdrage te leveren. Vanuit rechtsbronnen en rechtssystematisch kunnen juristen het normatieve kader van maatschappelijke vraagstukken in de democratische rechtsstaat aandragen, onderbouwen en ver ontwikkelen in een complexe wereld, waarin de mens niet meer alleen het subject is dat ontwikkelde technologie toepast, maar ook het object van technologie kan zijn. En vanuit empirisch onderzoek kan de juridische wetenschap laten zien of rechtsregels het leven en samenleven van mensen daadwerkelijk ordenen en daadwerkelijk een rechtshandhavende, geschilbeslechtende of rechtsbeschermende functie kunnen vervullen. Als voorbeeld, als bijvoorbeeld een rechtsregel zelf wel aan de eisen van de rechtsstaat voldoet, maar in de toepassing gebruik wordt gemaakt van een algoritme dat etnisch lijkt te profileren, dan kan mede met juridisch onderzoek worden aangetoond of dit gebruik van technologie in strijd is met het recht in een democratische rechtsstaat. En met het onderzoeksresultaat kan het recht zo nodig verder worden ontwikkeld en kan naar passend rechtsherstel worden gezocht als er iets niet goed is gegaan. Het is allereerst aan juristen zelf om het recht en de waarden die aan ons recht de grondslag liggen onder de aandacht te brengen in de omgeving waarin oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken worden gezocht. Het citaat uit het SCP-onderzoek kan dienen als een voorbeeld dat zulke kennis niet vanzelf wordt betrokken in onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Juristen putten hierbij ook uit rechtsopvattingen, bijvoorbeeld over de werking van mensenrechten in Nederland. Vaak is het mogelijk op juridisch verdedigbare gronden van opvatting te verschillen over wat het normatieve kader in een bepaalde situatie zou moeten of mogen inhouden. Ook plegen mensenrechten dynamisch te worden geïnterpreteerd, waarmee bijvoorbeeld veranderende maatschappelijke inzichten kunnen worden meegewogen in een rechtsopvatting. Zo kwam het oordeel van de Hoge Raad in 1883 in de zaak van Aletta Jacobs erop neer dat vrouwen, naar de bedoeling van de wetgever, niet het recht hadden om in het stemhokje bij verkiezingen hun stem uit te brengen. Maar in 2010 was er een uitspraak van de Hoge Raad, ook over het kiesrecht van vrouwen, die erop neerkwam dat Nederland handelde in strijd met het VN-vrouwenverdrag door toe te staan dat vrouwen bij de SGP niet konden worden verkozen als lid van bijvoorbeeld het parlement of de gemeenteraad. De samenleving en de tijdgeest zijn sinds 1883 veranderd. Ook het normatieve kader van de democratische rechtsstaat is in de tussentijd wezenlijk veranderd. Toch lijken de waarden van onze democratische rechtsstaat in rechtsvorming en rechtstoepassing nog vaak te worden benaderd
vanuit een vooral na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld onderscheid tussen enerzijds burgerlijke en politieke rechten en anderzijds sociale, culturele, economische en tegenwoordig ook ecologische rechten. En dit onderscheid lijkt ook scheidslijnen aan te brengen in ons rechtssysteem. Zoals tussen enerzijds de vrijheid van de mens in het domein van die burgerlijke en politieke rechten en anderzijds de beleidsvrijheid van de overheid in het domein van al die andere rechten. Of een scheidslijn tussen de plaats van de wetgever en de rechter in de rechtsvorming. Zulke scheidslijnen kunnen best een hulpmiddel zijn bij het vaststellen van rechten en plichten. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om af te bakenen in hoeverre de uitoefening van mensenrechten door de overheid kan worden beperkt. Of in hoeverre een mens zelf de naleving van mensenrechten kan afdwingen. De scheidslijnen hebben echter ook van alles in zich om mensen in de democratische rechtsstaat in staat te stellen hun mensenrechten te verwezenlijken. Maar de maatschappelijke vraagstukken van het thema van deze dies natalis gaan over situaties waarin die verwezenlijking nou juist knelt en waarin die scheidslijnen zelf maatschappelijke discussies oproepen. Er zijn bovendien actuele maatschappelijke vraagstukken die rechtsvragen oproepen die niet meer alleen kunnen worden beantwoord vanuit een scheidslijn tussen de individuele vrijheid van mensen en de beleidsvrijheid van de overheid. Aspecten hiervan staan niet alleen op de wetenschappelijke agenda, maar geregeld ook op de agenda van de rechtelijke dialoog in Nederland en Europa. Ik noem als voorbeeld het begrip toekomstige generaties. Dat wordt gebruikt in de rechtsvraag wat mensenrechten kunnen betekenen voor toekomstige generaties. Ook hier denken juristen verder en vooruit. Zo is er onderzoek waarin wordt geprobeerd de relatie tussen kernwaarden en mensenrechten verder te verduidelijken. Vanuit de insteek dat het bij mensenrechten gaat om manifestaties of verfijningen van kernwaarden die wezenlijk worden gevonden om een goed leven te kunnen leiden. En dat kan ook leiden naar een andere ordening van mensenrechten die misschien wel beter gaat aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken van nu. Ik noem als voorbeeld het onderzoek van Vetso, Gerards en Nemelman over algoritmes en grondrechten en het onderzoek van Janneke Gerards over grondrechten in de platformeconomie. Zij maken daarin onderscheid tussen vier soorten grondrechten. Namelijk grondrechten die gaan over onze eigen identiteit, wie een mens is en wil zijn. Dan grondrechten die gaan over hoe we uitdrukking kunnen en mogen geven aan onze eigen identiteit. Zoals de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van vereniging. Dan zijn er grondrechten die gaan over hoe we in vrede, veiligheid en welzijn samenleven met andere mensen die dezelfde grondrechten hebben als wij. En dan zijn er grondrechten die gaan over het oplossen van geschillen en het ervaren van rechtsherstel als er iets verkeerd is gegaan. In deze benadering, in deze ordening van grondrechten, staan mensen centraal bij het zoeken naar rechtsstatelijke en effectieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Net als bij de onderwerpen van deze dies natalis, brede welvaart, duurzaamheid en bestaanszekerheid. In mijn beleving is dit een benadering die onderdeel is van een juridisch ambacht. Mensen en recht in de democratische rechtsstaat met elkaar verbinden. Ik sluit af met de hoop dat juristen in al dat multidisciplinaire werk aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken ook consistent zullen inbrengen dat de wereld wel steeds complexer wordt. Maar dat het rechtssysteem in een democratische rechtsstaat voor mensen toegankelijk, begrijpelijk en toepasbaar moet blijven. Dank voor uw aandacht.